Klimaatbeleid kan pas goed worden gestuurd wanneer alle geldende factoren worden meegenomen tijdens beleidsprocessen. Dit was de rode draad tijdens de discussieavond, die is georganiseerd door Stichting Projecta in samenwerking met Green Heritage Fund Suriname. Deze avond was bedoeld om te discussiëren over de kansen en dreigingen van klimaatverandering. De voorzitter van de Stichting Projecta, Sharda Ganga, stelt dat het belangrijk is om in een dreigende tijd als nu te kijken naar hoe wij als land kunnen bijdragen aan het bevorderen van goed bestuur op het gebied van klimaatverandering. Ook de sectoren waar klimaatverandering invloed op kan hebben, moeten worden bekeken. Als voorbereiding hield de stichting een interne discussieavond met belanghebbenden uit de sector. Het was duidelijk daaruit dat we totaal onvoorbereid zijn als samenleving op wat op ons afkomt. En dat we een veel te rooskleurig beeld hebben van de impact op ons leven van die olie- en gascenten. Toen hebben we 2 virtuele discussies gehad met met name deskundigen van buiten, maar ook Surinaamse, over de schuldencrisis. Waarbij bleek dat onder andere bleek dat Suriname wel heel onverstandig heeft gedeeld met de schuldeisers. En dat we dreigen in een soort Groundhog Day scenario terecht te komen. Waarbij we om de zoveel jaar weer terug moeten naar het IMF. Jurist Nancy Del Prado zei dat de integratie van klimaatbeleid de afgelopen tijden wel meegenomen wordt in beleidsdocumenten, echter laat de uitvoering daarvan vaak te wensen over. Het veranderen van de wetgeving kan bijdragen aan structurele oplossingen. Als we kijken naar de adaptatie- en mitigatiemaatregelen, dan zien we dat integraal de activiteiten of de maatregelen die we moeten treffen, als het gaat om integraal, dat we zeggen, onze overheidsplannen, ons overheidsbeleid, dat moet climate compatible zijn. Dat we zeggen, climate change moet worden meegenomen. En dan praat ik niet alleen maar over adaptatie, maar ook mitigatie. Alles wat we doen, laten we het groen doen. Laten we emissiearm bezig zijn. Okay? Heel belangrijk is, wat steeds terugkomt in al deze actieplannen en rapporten, we moeten onze wetgeving gaan verbeteren. En ik moet wel zeggen, 1 ding waarop we 18 jaar hebben gewacht, is die milieuwet, eindelijk, dat is wel een positieve ontwikkeling. We hebben ondertussen, want dat was vanaf 2003, 2005, werd gezegd, moet milieuwetgeving komen. De avond werd afgesloten met een informele netwerksessie, waarbij de gelegenheid bestond verder van gedachten te wisselen.